Ja, Dames en heren, misschien heeft u het op de website al gezien. Um, het volgende onderdeel is een mini-college door Sietse Ostra. En hij is verbonden aan Tysom, dat is de Tilburg School of Economics and Management. En Sietse is bezig met zijn proefschrift en was vorig jaar winnaar van Science Slam. Een fantastisch leuk onderdeel van de Knight University, waar jonge wetenschappers op inspirerende wijze kort en krachtig iets vertellen, dat mogen ze helemaal zelf weten, over hun onderzoek. En uh, het leuke is, we hebben Sietse gevraagd of hij die, die winnende pitch ook hier zou willen doen, en dat gaat hij voor ons doen. Geef maar een hartelijk applaus, dames en heren. Sietse Ostra. Um, er gebeurt nog niet heel veel. Ja, hij staat aan. Water. Even kijken. Um, mevrouw, zou u voor een minuutje mijn assistent willen zijn? Ja, ja? Ik heb een hele simpele vraag. Het is niks ingewikkelds. Als ik u zou zeggen dat het water in dit glas. dat er 50% kans is dat dit water veilig is. Gewoon schoon, drinkwater. Maar ook 50% kans dat het water in dit glas. nou ja, niet zo schoon is. Vervuild. Misschien giftig. Zou u een slokje willen nemen? Oké, nee, nee, dat begrijp ik. Nou, ja, kijk, hij werkt. Laat mij een klein beetje informatie toevoegen. Of ja, een klein beetje. Oké, okay, het klikt. Ik heb hier een hele hoop informatie voor u. Klein beetje was niet helemaal waar. Het allerbelangrijkste echter... Het allerbelangrijkste echter is deze kolom. Zijn er gevaarlijke waardes in dit water? Is hier sprake van een gezondheidsrisico? Een overtreding. Nee, nee. Nee. Zou u nu misschien een stokje van het water willen nemen? Op basis hiervan wel. Ja. Nou, Op basis hiervan wel. Alstublieft. Nee, gerust een slokje. Hartstikke bedankt. Dames en heren, Mark een applausje voor mijn assistent. Dit is een heel simpel voorbeeld. Meer informatie in dit geval leidde tot een positieve uitkomst. Het, water, het glas in dit water was hartstikke veilig. Schijnbaar. Stel nou, we hadden deze informatie niet gehad, had mijn assistent nooit een stokje van het water genomen. Hadden het water weggegooid, had ze zelf iets moeten kopen misschien. Het is een klein geitje. Maar met deze informatie zijn wij allemaal beter af. Op deze manier kan informatie. En ervoor zorgen dat, we, dat wij betere beslissingen nemen. Mijn naam is Siet En zoals het al zei, ik ben een promovendus bij Tilburg University, bij het Accountancy Department. Mijn onderzoek gaat over dit soort vragen. Nemen wij betere beslissingen als we meer informatie hebben? Als er meer informatie wordt verspreid, leidt dit dan tot betere uitkomsten. En... Is meer informatie beter? Maken we andere beslissingen? Is niet alleen relevant in het geval van waterkwaliteit. Wat te denken van. Wat te denken van. Jezus! Wat te denken van eten bijvoorbeeld. Stel nou, ik heb een proteïne reep. Dan wil ik toch weten hoeveel suiker daarin zit? Hoeveel vetten daarin zitten? Dergelijke informatie. Maakt dat wij betere beslissingen kunnen nemen. Of wat te denken van, of wat te denken van financiële informatie. Het is belang... Ik ben een accountant. Ik geef om dergelijke informatie. Maar het is ook belangrijk om te weten hoe risicovol een lening is. Hoeveel rendement een potentieel aandeel kan bieden. Wat het groeipotentieel van een start-up is. Zonder dergelijke informatie functioneert ons systeem niet. Maar toch is meer informatie niet altijd beter. Het spijt me, uh, mevrouw. Maar dat was geen beste keuze om wat water te drinken. U had ernstig ziek kunnen worden. De reden hiervoor is dat deze informatie waar u naar zit te kijken niet helemaal accuraat is. Niet helemaal compleet is. Nu denkt u misschien dat ik hier een verhaal ophang. Maar dergelijke stukken informatie werden daadwerkelijk gebruikt om mensen te informeren over de kwaliteit van drinkwater. Alleen, zeg nou zelf: dat was iets te snel. Zeg nou zelf: hoe duidelijk is zo'n stuk informatie? Hier gebeurt ongelooflijk veel, heel veel moeilijke termen, de helft daarvan zijn compleet onbegrijpelijk voor een leek. Dergelijke informatiestukken werden om de haverklap verkeerd geïnterpreteerd. Mensen trokken verkeerde conclusies. Ze maakten verkeerde aannames. Zonder zo'n stukje informatie zouden mensen geen water drinken als ze twijfelen aan de kwaliteit. Dit stuk informatie kan men op het verkeerde been zetten. Op een gegeven moment werden honderden schoolkinderen ziek omdat ze water dronken waar lood in zat. Lood. Ze geloven dat dit water veilig was, gebaseerd. Op dergelijke informatie. Maar als die informatie niet duidelijk is, of zelfs niet compleet is, kan het leiden tot verkeerde aannames en tot misinterpretatie. Laat me u een ander voorbeeld geven, iets totaal anders. Even kijken hoe dit gaat. Ja, we gaan het hebben over beton. Dit is een heel simpel voorbeeld over een Europese overheid. Zij hadden een briljant idee. Wij willen ervoor zorgen dat de prijzen voor beton in een bepaald land gingen dalen. Wat is de oplossing? Transparantie. Meer informatie. Wij maken informatie bekend over de prijzen van beton. Gevraagd door elke aanbieder. Als u slim bent, gaat u naar de goedkoopste. Meer concurrentie, prijzen zakken, dat zijn allemaal gelukkig. Wat gebeurde er nou? De prijzen van beton die zakten niet. Toen de overheid al deze informatie ging publiceren, de prijzen van beton gingen door het dak. En weet u waarom? Omdat dergelijke informatie misbruikt werd. Het was een nobel streven om informatie bekend te maken. Alleen het zijn niet alleen consumenten die die informatie konden zien, maar ook andere aanbieders. Het was nog nooit zo makkelijk om bijvoorbeeld prijsafspraken te maken. Dus wederom was het doel van meer informatie verschaffen hartstikke goed, maar de uitkomst daarvan was hartstikke slecht. Of tenminste, laat ik het zo zeggen, het tegenovergestelde doel werd bereikt. En dan tenslotte, nog één klein voorbeeldje. Ja. We gaan het hebben over inkomen, vermogen. Wat maakt meer informatie altijd gelukkig? Zou u het fijn vinden als u... Als als u wist dat uw buurman, uw buurvrouw, oom, tante, achterneefje kon zien wat uw vermogen was, wat u verdiend had afgelopen jaar. Misschien wel, misschien niet. In sommige Europese landen is er verregaande transparantie rondom inkomen, rondom vermogen. Interessant zou u misschien zeggen. Het eindresultaat was echter dat mensen minder gelukkig werden. Maar dit is, dit is echt waar. Mensen raakten onzekerder. Kinderen begonnen elkaar te pesten. Het was heel makkelijk om te zien wie er nou min, beter af was, wie er minder af was. Meer informatie maakt niet altijd gelukkig. Nou, waarom is het zo belangrijk? Waarom hou ik dit praatje? Laatst, als u op dit scherm kijkt, achter mij, de ene na de andere toezichthouder of overheid of zichzelf respecterende organisatie komt met het briljante idee om maar te zorgen voor meer transparantie. Hoe meer informatie, hoe beter. Meer informatie is het wondermiddel, de oplossing van al onze problemen. Ik kan zo nog even doorgaan. M mijn praatje is heel simpel. Meer informatie kan ons leven beter maken. Ik wil ook weten ik wil ook weten hoeveel uh, suiker er in een reep zit. Maar we moeten voorzichtig zijn met dergelijke voorstellen. Sommige van die voorstellen maken ons niet gelukkiger, sommige van die voorstellen kunnen misbruikt worden. Als informatie verkeerd wordt verschaft, kan het worden gemisinterpreteerd, het kan worden misbruikt en zelfs leiden tot meer. Miser. Meer informatie, dames en heren, is niet altijd beter. Meer transparantie is niet altijd beter. Sommige informatie hebben wij 100% zeker nodig. Andere, altijd andere voorstellen misschien niet. Hoe de Engelsen het zouden zeggen: Sometimes less is more. Dank voor uw aandacht. Ja, dankjewel. En we zullen dus niet uh, bekendmaken hoe het komt dat dat ding het niet doet. Want dat leidt alleen maar tot gedoe dan. Uh, Zo is en, uh, dat. Ja, ontransparant. Nou ja, het, het werkte redelijk. Op een gegeven moment redelijk, Maar het was redelijk, een klein precies. beetje. Ja, maar uh, uiteraard. Onze excuses uh, oh, dat hij niet deed wat hij moest doen. Maakt niet uit. Maar goed nieuws in ieder geval van Ingrid dat ze dus niet transparant heeft gemaakt. wat ze allemaal met Kim Putters heeft gesproken. Dat geeft ja. dus ook. Ja. ja, maar zeker. Dat is een van die voorbeelden. Precies. Ja, so sommige dingen hoeven misschien per se transparant te zijn. Precies. Ja. Prachtig verhaal. Ook hier één of twee vragen nog. Dingen die u gewoon wat meegeeft Of gewoon een mooi compliment. Dat mag ik ook. Ja. Uh, Dankjewel voor je verhaal. Uh, je hebt natuurlijk nu te veel informatie, te weinig informatie, maar wanneer is het goed? Ja. Hebben jullie daar ook onderzoek naar gedaan? Of iets mee, uh? ja, het is, dat is een Mooie uitstekende vraag. vraag. Um, nee, in, in alle eerlijkheid, dat is ongelooflijk moeilijk uh, in te schatten. Alleen, um, soms zie je als het ware dat er beginnersfouten worden gemaakt. En dat kan gewoon... Um, dat, dat kan gewoon heel kwalijk zijn. In dat in in voorbeeldje van, de, van het beton, ja, ik heb dit allemaal zelf niet verzonnen. Het is echt zo. En als je er, als je er iets langer over nadenkt, zou het eerste wat jij bij je hoofd naar zou ook moeten zijn, dat deze informatie handig kan zijn voor andere partijen. Dat mensen die informatie anders gebruiken dan hoe jij het misschien voor je ziet in de ideale wereld. En dat zijn gewoon hele kortzichtige gedachten. Um, of, ja, dat, dat je daar aan voorbij gaat, vind ik op een bepaalde manier uh, ja, echt ongelooflijk. Dus nee, ik, ik heb geen goed antwoord op je vraag. Er zal vast een, ergens een optimum zijn, ik weet het niet. Precies. Maar ik denk als er ervoor ieder voor zorgt dat je die kleine stomme onzorgvuldig, onzorgvuldigheden eruit haalt. Dat we al een flink stap kunnen zetten. En in ieder geval niet denken, transparantie is altijd de oplossing. Nee. Meer transparantie is nee. altijd beter. Dat is eigenlijk denk ik de nee, gedachte die ons wil meegeven. Ja, ja, en, en dan moet je ook kritisch op zijn. Dat daar ook weer een grijs gebied is, dat is weer een mooi bruggetje naar jou. Oh, nee. ja, ik was even, ik was verbaasd door je gebruik van uh, de, de, de term geluk. Ja. Het deed me denken aan Simone de Beauvoir, misschien ooit van gehoord. Ja, uh, de, die schreef op een gegeven moment ook, hè, van, het gaat niet om geluk, het gaat om sociale gelijkheid. En in het verhaal van de transparantie over vermogens, ja, dat mensen daar niet gelukkig van worden. Maar misschien helpt het wel om dingen wat gelijker te maken. Oh, dat, dat is zeker. Alleen, een doel zijn. alleen ja. dat, is, dat, is, dat is een keuze die, die je moet maken. En um, ik, ik denk er zeker in dat dat meer transparantie op een bepaalde manier het speelveld uh, ja, gelijker kan maken. De vraag is, wat zijn de kosten daarvan? En ik denk dat sommige kosten ondergesneeuwd raken. En uh, dat, dat is ook zeker uh, het, het overwegen waard. Mooi. Ook hier weer een mooie academische discussie. En dank nogmaals voor jouw inspiratie. Sietsje Oostra, dankjewel.